Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend of vriendin Diederik. En Diederik heeft me de vraag gestuurd. Raymond, ik heb al een tijdje pijn aan mijn onderrug wanneer ik deadlift. Diederik zegt ook dat hij al honderden video's heeft gekeken, maar geen ene video werkt of heeft hem geholpen. En natuurlijk kan ik het dan niet laten om deze video te gaan maken, want deze werkt wel. En Diederik schrijft nog specifiek: Raymond, ik weet dat de deadlift een goede oefening is, maar ik zou hem het liefst uit mijn schema willen halen en hem nooit meer doen. Diederik, niet doen. Gewoon lekker blijven deadliften. Als powerlift instructeur ben ik nog nooit iemand tegengekomen die ik niet kan leren deadliften. Maar ik snap heel goed hoe je je voelt. Want toen ik een jaar of tien geleden voor het eerst aan de deadliften ging in mijn oude slaapkamer, stond ik daar met mijn barbelletje en een kilo of 30 erop. En hoppakee, rugpijn. 40 kilo rugpijn, 50 kilo rugpijn. Altijd rugpijn. En ik vond het een verschrikkelijke oefening. En voor de mensen die mij een beetje kennen op dit kanaal, die weten, ik vind de deadlift nu een heerlijke oefening. En dat komt om de simpele reden dat mensen geen controle meer hebben over de bekken. Als hier iemand voor de eerste keer komt sporten, dan doe ik een soort van lichaamstest. Dus dan kijk ik naar de schouderpositie, of ze kunnen leren ademhalen door de buik, en of ze controle hebben over de bekken. Om deze fouten bijvoorbeeld al uit te halen. Als mensen rechtop staan, dan zijn ze, veel mensen die kunnen rechtop staan, en dan kunnen ze de bekken naar voren en achteren toe kantelen. Geen probleem. En zodra ze in die deadlift positie staan, dus torso gaat een beetje naar voren, dan hebben ze ineens geen controle meer over de bekken. En dan buigen ze dus of hun bekken helemaal naar voren, waardoor die onderrug helemaal gaat hollen, of ze buigen de bekken helemaal naar achter, waardoor die onderrug helemaal gaat bollen. En zoals je begrijpt, krijg je dus van beide van deze fouten verschrikkelijk erge pijn aan je onderrug. Maar gelukkig zijn deze twee fouten wel heel makkelijk op te lossen en dat ga ik je vandaag laten zien. Hoe ik dit voor mezelf heb opgelost is door deze oefening, de cat-cow oefening. Dus je gaat op je knieën en op je ellebogen zitten. En wat je wilt doen is je hoofd helemaal zo ver mogelijk naar beneden buigen, je onderrug helemaal bollen. En daarna vervolgens je hoofd weer helemaal naar het plafond wijzen en je onderrug zo ver mogelijk hollen. Doe dit vooral goed met je ogen dicht en verplaats je gedachten alleen maar naar je heup, je bekken toe. Dus wat gebeurt daar? Wat is die kanteling? Wat voel je? Op het moment dat je die oefening goed onder controle hebt en je denkt, ik kan inderdaad mijn bekken dus bollen en hollen en mijn hoofd die kan ik een soort van los bewegen daarvan, die vergeet ik eigenlijk, en ik kan mijn volle concentratie op die bekken hebben, dan kan je kijken of je rechtop gaat staan en of het dan ook lukt. Als het dan lukt, dan ga je in de deadlift positie staan, gewoon even zonder barbel, en dan ga je het dan eens proberen. Dus billen achteruit steken of edele delen helemaal naar voren wijzen. Denk daar maar aan. En op het moment dat je dat kan, dan kun je dus die fout eruit halen. Op het moment dat je dat echt gewoon vloeiend onder controle hebt, dan is er een tweede ding wat je moet gaan doen. Want je kan nu nog wel controle hebben over je bekken, maar dat wil niet zeggen dat het probleem gelijk is opgelost. Want je ziet heel vaak dat mensen die mooie vlakke rug hebben, of die lichte lordose, die holling in de onderrug, een normale holling. En op het moment dat ze starten, paf, breekt de houding en dan gaan ze omhoog. Dus we willen die vorm, die techniek die je net hebt geleerd, die willen we op slot zetten. En dat doe je door de Valsalva manoeuvre. Daar heb ik vroeger wel eens een keer een video over gemaakt. Dus als je daar heel veel informatie over wilt, zoek je even op. Maar dat houdt dus in dat je leert ademhalen door je buik. Dus je neemt verschrikkelijk veel lucht in je buik. En in plaats van je buik in te trekken, trek je hem helemaal uit. En het is fijn, of duw je hem helemaal uit. En het is fijn als je iets gezetter bent. Dan kan je je buik namelijk tegen je bovenbenen aanduwen als je in de startpositie van de deadlift staat. Dus op het moment dat je helemaal inademt, je drukt heel je buik tegen je benen aan, dan sluit je je mond alsof je een scheet moet laten, hou je dus alle lucht in je buik. En op die manier zet je dus die juiste positie die je net hebt aangeleerd, die zet je op slot. En als je nu rustig en beheerst omhoog toe gaat, kijk, dan heb je een perfecte deadlift positie. Dus Diederik, ik hoop dat deze video je eindelijk een keer wel heeft geholpen. Ik denk het wel, ik weet eigenlijk bijna zeker van wel. En als jullie en jij en je en iedereen nog niet waren geabonneerd, dan kun je natuurlijk een kijkje nemen op mijn kanaal. Abonneer dan ook gelijk even. En voor de rest, dit was Raymond Schultz, totalstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.